Yo mensen, welkom bij weer een gloednieuwe video en vandaag gaat het om de Weekend League. En ik heb een best wel prima Weekend League, maar toch niet prima Weekend League achter de rug. Het mannetje die het voor mij allemaal gesaved heeft is in ieder geval Romelu Lukaku. Ik heb nu 34 wedstrijden met hem gespeeld, 41 doelpunten, 19 assists. Hij speelt echt bruut voor me. Ik speelde eerst met Dries Mertens, de eerste 6 wedstrijden denk ik, maar die viel me echt ontzettend tegen. Dus toen heb ik Lukaku gekocht en daar ben ik eigenlijk vrij tevreden over. Gabriel Jesus ook 27 goals, 33 assists in 47 wedstrijden. De Bruyne scoort ook veel assists, 24, 22 in 47 wedstrijden. En ook Nainggolan, die maakt op een gegeven moment zelfs een hat-trick. Ik scoor ook echt tering voor kopballen, dat werkt echt tering goed met Lukaku. In game wissel ik dit trouwens nog om naar dit. Nou, dan zie je dat ook. Maar wat is er nou gebeurd? Zoals jullie weten, ik speelde vorige week voor het eerst een volledige Weekend League goud. Ik eindigde toen goud 2. En deze week ging het eigenlijk best goed. Ik stond op een gegeven moment 19 om 8. Ik had nog 13 wedstrijden resterend. Dus voor goud 1 moest ik dan 6 winnen, 7 verliezen. En dan zou ik goud 1 halen. Voor elite moest ik dan 10 om 1 gaan. Waar je van denkt van ja, 10 om 1. Dat is bijna onmogelijk. Maar ik kwam op dat moment uit een 11 winstreek. Ik begon heel slecht mijn eerste 20 potjes. En toen won ik er 11 achter elkaar met daarvan 6 disconnects. Een 11 winstreak met 6 disconnects. Hoe ziet dit er nou uit? Nou, ik ga het jullie laten zien. Ik zit hier al op een 3 winstreak. En dit is dan dus eigenlijk weer mijn eerste wedstrijd waar ik een disconnect ga afdwingen. Jesus staat hier niet buitenspel. En zo kom ik al na een half uur op 1-0 voorsprong. En ik kom dan dus al uit een best wel winstreak dat het best wel goed gaat. En dan gebruik ik Lukaku zijn kracht. Hij kan schieten, hij kan koppen, hij is sterk, hij is snel. En hij heeft dus een goed schot. En hier zie je die andere kracht. Dat koppen, hij kopt gewoon die bal in één keer door naar Jesus. Hij laat zijn keeper komen. En dan komen we nog vol rust op 3-0 voorsprong. En dat allemaal eigenlijk met name door Romelu Lukaku. En diezelfde Romelu Lukaku maakt hier vervolgens ook nog de 4-0 voor rust. Een beetje een geluksgoal. Hij gaat ook binnenkant paal. En dat besluit ook mijn tegenstander tot de allereerste rage quit. En we gaan nu naar een 12 om 8. Rekker. Dit is dan mijn volgende tegenstander. Opvallend is die Hero Salah op rechts voor. Gewoon snelle voorhoede spelers. Maar we komen weer een beetje gelukkig op 1-0 voorsprong met Jesus. En dat was het. Je zit in zo'n winstreak. En ik zit er nou ook terug te kijken voor de tweede, derde keer. Ik heb ook een aantal heel erg gelukmomenten. Kijk, deze bal moet er natuurlijk in. Gaat er niet in. Maar de rebound is weer perfect voor Kevin de Bruyne. En zo zat het gewoon allemaal mee. Dit is een goede aanval. Dit is gewoon een goede goal. Komen op 3-0. En dat eigenlijk na net iets meer dan een half uur via Kante. Dan zie je het al. Mijn tegenstander gaat weer rage quitten. We gaan naar een 13 om 8 winstreak. Dan vervolgens een team met 3 PSV'ers. En waar ik bang voor was is, dadelijk gaan die PSV'ers me pijn doen. Maar al na 18 minuten krijgt deze beste man een rode kaart met Marc Bartra. En dan wordt het een heel lastig verhaal. Tegen 10 man moet ik het gewoon fixen. Hier nog een ontzettende kans voor de Bruyne. Maar die wordt echt ziek gepakt. Wilde ik gewoon even laten zien. Dan een paar corners later is hier dan Bakayoko die mij verlost. Ik kreeg de bal er in eerste instantie niet in. Maar dan is het heel fijn dat het uit een corner lukt. Dan vervolgens een vrije trap van ontzettend ver weg. Ik besluit hem ook te passen. Maar dan toch weer terug te leggen op Nainggolan. En ik dacht, nou, ik waag mijn geluk eens. Het zat allemaal mee. Je ziet het aan dit soort goals. Zieke goal wel van Nainggolan. Maar ja, natuurlijk zit dat toch, ik vind een beetje geluk bij kijken. Ik bedoel, er zullen genoeg momenten zijn dat je dit probeert en dat het niet lukt. Maar ja, nu dus wel. En op die manier besluit mijn tegenstander ook rage quitten, wat ik wel begrijp. Gaan we naar een 14 om 8 streak met dus inmiddels al, wat is het? Een 6 win streak of zo? Ik weet het niet eens. Volgens mij 6, maar ik weet het niet zeker. Volgende tegenstander is weer prima, maar al na 12 minuten, dit is wel mooi. Let op de Bruyne voor de goal. Die gaat op zijn muil, de bal komt, staat weer op en scoort. Ja, over geluksmomentjes gesproken, dit is er één. 1-0 voorsprong is weer binnen, al heel snel. Vervolgens Jesus, net na rust, geeft die bal voor. Kante maakt hem, komen op 2-0. Mijn tegenstander was er hier volgens mij al een beetje klaar mee. Zeker als Jesus hier dan mist. Maar dan, ja, dit is ook wel weer slecht van hem, kun je wel zeggen. En de Bruyne binnenkant paal 3-0. Ik denk omdat hij hem ook zo uitverdedigde dat hij bij zichzelf dacht van, hey, weet je, dit is niet mijn wedstrijd, dit gaat me niet lukken. Ook hij rage quit, 15 om 8, zetten die streak gewoon lekker door. En dan moeten we ook de volgende wedstrijd gaan doen als we tegen 3 informs komen. Balotelli, waar ik soms ook heel erg last mee heb. Maar al na 2 minuten is hij Gabriel Jesus die gewoon los wordt gelaten. Moet je niet doen, maakt de 1-0 en dan gaat het ontzettend goed. Maar dan, het eerste tegendoelpunt uit deze streak die jullie zien. Het is ongelooflijk. Het ging echt goed ook het verdedigen. Maar hier wordt het dan toch 1 tegen 1. En dan ja, moet je dat toch wel weer te boven komen. Maar gelukkig gaat dat goed. Nainggolan, hier die voorzetten. Lukaku, ik heb het gezegd, ik zweer het. Voorzetten zijn veel beter dan je denkt. Ik heb op een gegeven moment een wedstrijd, die ga ik jullie niet laten zien. Dan win ik 7-1 en score ik 4 kopballen met Lukaku. Dit is geen grap, dit is legit. Vervolgens de Bruyne na 18 minuten. Een dubbeltapje voor de 3-1. Die dubbeltap finishes, dat weten jullie ook. Werkt ontzettend goed. Maar ondanks de 3-1 voorsprong gaf ik het heel snel weg. Hier is het 3-2 en een beetje op een lullige manier wordt het 3-3. Toen dacht ik, oh, ik mag dit niet weg gaan geven, Rob. Dit mag je niet doen. Maar hier een versnelling van Jesus. Geeft die bal goed terug. Daar komt Nainggolan inlopen. We komen op een 4-3 voorsprong. En dan denk je, nou, deze man zou toch niet gaan ragequitten. Dat dacht ik eigenlijk ook niet, maar dat deed hij hier ook nog niet. Maar Nainggolan pompt deze bal voor. Die valt een beetje gelukkig bij Kante. Kante gaat schieten, Kante gaat scoren. Het is 5-3. En ook deze tegenstander besluit dan toch maar op start te gaan drukken en te gaan ragequitten. Bij 3-1 deed hij het nog niet, maar bij 5-3 dus kennelijk wel. Dat vond hij dan wel weer goed genoeg. Er was ook nog weinig tijd. 16 om 8 is de streak op dit moment. En dat gaat gewoon ontzettend lekker. Ook de volgende wedstrijd, als we tegen een Bundesliga team spelen met wat andere verdedigers, komen heel pechvol, dat is niet het woord, hè? Op 1-0 achterstand. Maar we gaan ons terugknokken. Vanuit de aftrap is dit Gabriel Jesus die de 1-tegen-1 binnenschiet al heel snel daarna dus. Vervolgens deze pas. Oh, was zo ziek. Ziek balletje op Lukaku. 2-1 nog net voor rust. En het wordt ook nog 3-1 voor rust via diezelfde Romelu Lukaku. Ik zweer het. Zo belangrijk is die man voor mij geweest. En ook deze wedstrijd weer 3-1. En mijn tegenstander rage quit deze wedstrijd. Ik ga naar een 17 om 8 streak. Dit is trouwens wel echt fucking glitchy. Dat gebeurt wel vaker. I don't know waarom precies. Maar ja, we moeten het er maar mee doen. Dit is onze volgende wedstrijd. Op dit moment hebben we hier volgens mij al een 6 rage quit. Ja, dit beschrijft al even wat voor geluk er ook wel een beetje bij komt kijken. Wat hier gebeurt. Mijn tegenstander was heel gek aan het doen. Ja, dit is een beetje dom natuurlijk. Ook deze goal valt goed via Lukaku. 2-0. Lukaku blijft maar scoren. Want ook de derde gaat gemaakt worden door Romelu Lukaku. En deze man is dan zelfs de 7e achtereenvolgende ragequit. Ik dacht dat er maar 6 waren, maar het zijn er dus zelfs 7 geweest. En dat betekent dus dat we 18 om 8 gaan. Hier zaten we op een 10 streak. We komen uiteindelijk nog op een 11 streak, maar dat was niet door een ragequit. Dus die zit niet in deze opname. Maar toen ging ik slapen. En toen werd ik dus vanochtend wakker, startte ik het weer op, verloor ik mijn eerste 4 wedstrijden. Ik stond uiteindelijk dus weer 19-12 en op dit moment sta ik 23-15. En waar ik dus van mijn laatste 13 wedstrijden nog maar 6 hoefde te winnen en 7 mocht verliezen, heb ik het nu voor elkaar gekregen om er maar 4 te winnen en 7 te verliezen. Ik heb nog 2 wedstrijden resterend en ik moet ze beide winnen om goud 1 te worden. En als dit niet lukt, heb ik zo ontzettend hard gechoked. Ja, dan kan ik net zo goed stoppen. Ik hoop dat jullie de video leuk gaan vinden. Doe vast een blauw duimpje omhoog. Ik ga live Weekend League spelen. Ik ga sowieso constant mijn bek houden. Want ik moet dit gewoon winnen. We komen meteen tegen zo'n BPL-team. Oh, deze teams zijn zo goed. Het is echt allemaal van die OP-spelers. Maar bijvoorbeeld Bailly gebruik ik ook. Ik gebruik Gabriel Jesus ook. Ik gebruik Bakayoko ook. Die zijn helemaal niet overreden. Maar ze zijn zo goed. Dan moeten ze gewoon allebei winnen. Voor goud 1. Voor die 100k packs. Het zou zo ziek zijn als me dit live lukt. Zo gezegd altijd die switch. Ja, dit begint echt heel goed dit. Ik sta 2 minuten al 1-0 achter. Dit kan toch niet? Hoe kan ik zo hard choken, gast? Oh mijn fucking god. Kom op, bro. Nainggolan, Lukaku moet 1-1 zijn. Oh, bal van de lijn gehaald. Fuck, mijn leven. Dit gaat ook niet echt zo zijn. Actief op. Kom op, man. Ik ga het gewoon fucking hard verneuken. Hoe kan dit, man? En Lukaku moet hem zijn. Oh, dit meen je toch niet. Oh, de koude paal. Het is echt niet te geloven. Het is echt niet te geloven. Jezus, die hart pakt ook al mijn schoten. Ik kom er ook niet echt doorheen. Ik ben maar een beetje aan het schieten, maar het wil gewoon niet. Zo dan. Nee. Nou, dat zou een gelukje zijn hoor, met de corner. Nee, het is klaar. Oh, hard pakt hem. Ik weet echt niet wat er met me is gebeurd vergeleken met gisteravond en nu. Lijkt wel of ik een ander spel aan het spelen ben, man. De Bruyne, nee, hey. Ah, er was ook niks aan de hand, nee. Kom op. Nee, 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 nee. Gast, het is gewoon over. Ik heb gewoon gechoked, gast. Fuck, man. Ik snap dit echt niet. Hoe kun je nou de ene dag 11 om 0 gaan en de dag erop... Kijk, ik moest 6 om 7 gaan. Ik ga nu 4 om 8. Dit kan toch niet? Van 11 om 0 naar 4 om 8. Wat doe je dan verkeerd? I don't know. Het is net alsof ik een andere game speel. Ik ben vandaag helemaal veel te lomp aan het instappen en aan het doen. En ja, het is helemaal klaar. Jongens, ik wil je bedanken voor het kijken. Het lukt me gewoon niet om gouden 1 te halen. Het is me gewoon niet gelukt. Ik heb zo erg gechoked. Het is echt niet normaal. Ik ga het volgende weekend weer proberen. I don't know wat ik dan anders moet doen. Ja, ciao.